Ik zie nog minder dan net, want ik zie niemand bij de microfoon staan. Dus, uh, maar toch, daar is hij dan. Ga je gang. Rodi. Oh, Hallo. Uh, ben je verbaasd dat je nog op deze stoel zit? Totaal niet. Waarvoor zou ik verbaasd zijn? Nou, omdat je vorige week toch een beetje de indruk wekte. Uh, weg te ja. uh, gaan. Ja, vorige week heb ik uh, door de emotie en frustratie. Uh, een aantal dingen verkeerd gezegd. En uh, ja, dat kan mij ook wel eens overkomen. Dat heb ik afgesloten, dat heb ik ook tegen die spelersgroep gezegd. Uh, ik had nooit verwacht dat we verhalen zouden verliezen. En dan ga je dingen zeggen waar je later zegt: ja, is dat wel zo verstandig? Nou, dat was niet verstandig. Maar nou, zo kennen we je toch helemaal niet, dat je onverstandige dingen zegt? Ja, wel, ook regelmatig. Maar ah, hoe komt dat dan? Want ik denk dan van: ja, dat meent hij gewoon. Of is dit een, een trainers -trucje? Nee, dit was geen trainers -truc. Ik was, ik was echt, echt boos. En dan denk ik, ja. Maar ja, dan denk ik later weer van, joh, waar, waar, waarvoor zeg je het? Probeer rustig te blijven en uh, neem het schoon bij mij helemaal verkeerd. En dan uh, dat heb ik ook tegen die spelersgroep gezegd, ja, dat, dat was allemaal niet nodig. Ja, er is een gesprek geweest. Wat komt er dan uit zo'n gesprek? Nou, er is vooral een gesprek geweest uh, wat wij uh, de komende twee weken moeten doen. En uh, ik denk dat dat belangrijk is. En dan ga ik ook weer niet... Uh, Jullie hebben de hele week geschreven over mij... Uh, Gepodcast, weet ik allemaal wat er allemaal bij is, dat, dat heb ik afgesloten. Ik ga er ook niet meer over beginnen, want het komt steeds op hetzelfde neer. Dus uh, jullie hebben mooie berichten kunnen schrijven of kunnen vertellen met je praatprogramma's en alles. Ja, ja. Maar Mag ik nog even een vraag over zo'n gesprek stellen? Zeggen uh, spelers dan ook wel wat? Ben jij vooral aan het woord? Nee, we hebben gewoon gezegd, Arnees en ik hebben gewoon een aantal dingen gezegd wat we de komende twee weken gewoon van de jongens verwachten. En, uh, en daar gaan we ook vanuit. Nee, Wat er meer is gezegd, dat is allemaal niet belangrijk hier. Nee, man, omdat jij afgelopen zondag ook zegt... Van, zijn van er zit iets in die spelersgroep en dat wil ik boven tafel hebben. Ja, maar, maar uh, ik, ik, ik begrijp natuurlijk ook, we zijn in. Dan neem ik maar even een beetje het roer over, al is dat moeilijk. We zijn in oktober zijn we begonnen, 2019. Hebben we het fantastisch gedaan tot en met december. Uh, tweede plaats, stopten we mee. We beginnen januari en vanaf dat moment is het niet goed gegaan. Althans, veel minder dan. We verwacht hadden. Ja, en, en nogmaals, we zijn met z'n allen begonnen en we willen het ook met z'n allen goed afsluiten. En, uh, en dan moet, moet de media maar bepalen of, dat, of een prijs goed is of niet. Maar ik kan best de kritiek begrijpen vanaf januari tot heden. D dat, dat is niet des fijn laat ik het zo zeggen. Ja, ja, maar vorige week zondag was het nog niet des fijn Vorige week zondag? Ja. ja. dat Maar dat geef ik toch aan? Gaat dat zondag, komende zondag, anders zijn? Nou, we moeten in ieder geval zondag laten zien dat we in ieder geval dezelfde intensiteit hebben als Ajax. En dat we veel strijd gaan leveren. Maar ik vond ook tegen ADO, Ja, er zat totaal geen zwoeing, in. Ook naar elkaar niet. Gelaten. Accepteer alles. Ja, dat, je moet niet alles laten accepteren, vind ik. Heb je dat er afgelopen week weer ingekregen? Nou, ja, dat weet ik niet. Dat, dat zal er komen. Uh, we kijken nu gewoon naar waar we straks eindigen. En dan kunnen jullie oordeel vellen. Wat is het doel? Europee dat heb ik steeds gezegd, Europees voetbal halen. Ja, en dan hebben we het over de vijfde plek via play-offs. Of denk jij nog stiekem aan de vierde plek? Nou ja, je moet gewoon realistisch zijn. Dat zal heel moeilijk worden. Dus de na-competitie of de play-offs, dat is het uh, realistische doel? Het doel is uh, Europees voetbal halen. Hoe, maakt niet uit. En wat moet je dan tegen Ajax doen? De schade beperken? Nee, waarom moet je de schade beperken? Ik denk dat wij tegen Ajax een van onze betere wedstrijden gespeeld hebben. dit jaar. De uitwedstrijd, die 1-0. Dus nee, we, we moeten gewoon mannelijk gaan voetballen. En uh, laten zien dat dat vorige week toch een uh, vergissing was. Ja, waar ik trouwens nog wel verbaasd over was. Net zat hier Malatia. En vroeg ik van. Uh, wat vond je van de uitspraken van de advocaat na de wedstrijd? Toen zei hij: van, Oh, die heb ik helemaal niet gehoord. Ik hoor pas op dinsdag iets van. Is dat niet een beetje gek? Nee, ik denk dat hij verstandig is, dat hij niet na afloop gelijk naar de media luistert en eerst naar huis gaat. Je had waarschijnlijk weinig interesse om dat allemaal te volgen. Want ja, maar... ik heb het voor de tv gezegd, hè? ik heb het niet tegen die spelersgroep gezegd. Ja, maar een speler weet dat toch wel wat, wat zijn coach zegt na afloop, bedoel, of werkt dat heel anders? Misschien werkt dat tegenwoordig allemaal wat anders, ja. Oké, okay. gaan jullie een uh, erehaag vormen zondag? Nou, kijk, uh, bij deze wil ik ook aardig feliciteren met een prachtige prestatie met de beker en kampioenschap Is natuurlijk uitstekend. Maar het is niet de gewoonte in Nederland om een inraag uh, te vormen. Dus we zullen ze allemaal netjes een hand geven en feliciteren, maar niet meer dan dat. Ja, maar je kunt zo'n traditie en uh, Ja, daar kun je mee beginnen. Ik denk dat ik mijn antwoord gegeven heb. Nou, klinkt een beetje zuur? Nee, want ik, ge ik geef net aan uh, wat een prachtige prestatie ze in Nederland hebben. Maar... In Nederland doe je dat niet, in Engeland wel. waarvan zullen wij nou weer het voortouw nemen om dat te doen? Dan geven we geven ze een hand, we feliciteren ze. En uh, dat is genoeg. Dankjewel. Enes. goedemiddag. Hallo. Um, je zegt net dat je ook een beetje vanuit emotie sprak uh, vorige week zondag. Is het wel mijn ervaring dat mensen als ze vanuit emotie spreken, dat ze wel de waarheid echt op tafel leggen? Ja, ik, ik, zeg, net, ik, zeg, ik, zeg, ik zeg net, en uh, ik, ik ga er niet weer allemaal op terugkomen. Jullie zijn de hele week zijn jullie erover bezig geweest. Niet alleen maar Rijnmond. Bladen, dat, dat hebben we afgesloten. Hebben we hebben dinsdag met de, met de groep besproken. En daar gaan we voor. En nu weer verhaal vertellen, et cetera. Heeft helemaal geen zin. Maar want dan toch, moet ik hetzelfde zeggen. Ja, maar het is toch wel apart als je aankondigt. Uh, een vrije dag ingetrokken, zoet ja. komen. en maandag komen. Want dit is de eerste volgende keer dat wij elkaar spreken. Heb je dat niet uitgevoerd? Dat is toch wel logisch dat we daar nu naar vragen. Nou, ik dacht dat jij het al een keer eerder gevraagd had. Van de week. Dat klopt, we hebben even gebeld, ja. Dat klopt. Ja, ja dat moet er dan toch ook uit, niet? Ja. Maar nee, ik heb er geen behoefte aan om nog een keer daarop terug te komen. Eerlijkheidshalve. Uh, normaal heb ik er niet zoveel problemen mee. Maar ik denk dat het beter voor iedereen is om daar nu uh, een streep onder te zetten. en ons te concentreren op de wedstrijd van zondag. Oké, okay, richting zondag één belangrijk ding wil ik er dan wel uithalen. Want dat is vrij essentieel. Zijn, wat jou betreft, al die plooien van het jou in ieder geval in eerste instantie gladgestreken? Ja, ik lees ook overal, overal berichten. En, en, en Ik weet niet of jullie heel veel contact hebben met spelers, de verhoudingen spelers trainen. De verhouding speler trainen is net zo goed of slecht bij, dan bij ieder andere vereniging. Dat lees ik ook bij Cécile. Willen ze nog wel vorm werken? Voetballen werkt toch vooral voor zichzelf en voor de club. En misschien een beetje voor de trainer. Maar, maar zo werkt dat toch, toch niet? Ze zijn, de ene is uitgekeken op de ander. Waar zijn we mee bezig? Ja, de krant moet vol. Ja. Ah, het, is wel, het is wel meer dan dat, toch? Want nu is het net alsof er niets Heb je spreek je met spelers ook? Jij? Met sommigen, niet met allemaal. Oké, okay. dan zou ik voor jou willen weten wat de spelers tegen jou zeggen over mij. Dat er um, wel eens inhoudelijke discussies dit seizoen zijn geweest over de speelwijze. Uh, maar qua persoonlijkheid, hè, dus qua de klik met de persoonadvocaat. dat daarbij 100% het vertrouwen is. Dat is wat ik dan terugkrijg. Ja, nou, wat jij zegt over, over het systeem. daar heb ik ook openlijk met jullie over gesproken. Dat ik daar een, een andere mening over heb. dan een gedeelte van de groep. maar uiteindelijk heb ik toch teruggegeven op dat systeem. omdat. Dat ons het meeste punten heeft opgeleverd. Ja. Maar het is toch nog een keer: het is toch niet vreemd dat we bij deze persconferentie, ook al heb ik jou tussendoor deze week al een keertje aan de telefoon gehad, dat ik vraag van hoe, ja, leg de vertrouwensvraag zelf ook op tafel vanuit emotie. Ja, zeker. Ik, dat maar, is dat heb ook tijdens... maar het is toch niet gek dat ik daar nu op terugkom? Nee, maar, maar jullie zijn er de hele week mee bezig geweest. Ik heb tegen de groep gezegd dat ik daar ook te emotioneel in was. Dat zeg ik tegen jullie ook. En daar stop ik ermee, daarover. Zondag dan. Waar liggen de kansen tegen dit Ajax? Ze zijn niet voor niets natuurlijk nu al kampioen. Het is gewoon de sterkste ploeg in Nederland momenteel. Waar liggen er toch kansen voor jullie? Misschien een bepaalde onderschatting zou kunnen. Weet ik niet. Maar Ajax, Feyenoord en Ajax zijn toch altijd prachtige, prachtige wedstrijden om tegen te spelen. Als het elftal speelt wat zaterdag wat afgelopen zondag speelt... ...die krijgen waarschijnlijk morgen het grootste gedeelte nog weer de kans. Nou, dan moeten ze het maar laten zien... Of het een vergissing was. Dus je ziet er zijn ploeg... er wel een paar spelers weer niet bij natuurlijk. Ja, je ziet wel eens bij ploegen na een kampioenschap, de eerstvolgende wedstrijd, dat dat ook iets met een team doet. Je hebt ook wel eens in het verleden kampioen geworden. Heb, heb je daar zelf ervaringen mee wat het doet met een ploeg als je eigenlijk je doel al hebt bereikt, maar toch nog moet spelen? Ja, dat, 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 dat kan alle kanten opgaan Dennis. Dat, dat weet ik niet. Met één is het, jongens we gaan erop en we laten het zien. Het en... ligt ook vooral wat we zelf doen. Ik vind, je moet eigenlijk niet zoveel naar Ajax kijken. Die hebben een geweldige ploeg. En een geweldige bank. En wij moeten daar gewoon een goede partij tegenover zetten. Ja, daar zal iedereen mee moeten doen. En dat bedoel ik met instelling. Je moet gewoon de juiste instelling hebben. Niet alleen tegen Ajax. Dan moet je tegen iedereen hebben. Iedereen heel gebleven deze week? Of blessures erbij gekomen? Nee. Nou ja, Balde, nee, dan, Waar, waar ja. we het net over hadden. Maar voor de rest is iedereen uh, fit. Dankjewel. Succes. Alsjeblieft. Goedemiddag, Dick. Hallo. Um, je geeft dan aan van, uh, ik wil het eigenlijk niet meer over zondag hebben, maar dan geef je die interviews voor de televisie en ook de persconferentie. Wat is dan het moment dat je denkt, oh wat heb ik nou toch eigenlijk gezegd? Nou, dat was al een, toen ik in de bus zat. Terug. Ik geef voer aan jullie, terwijl dat eigenlijk niet altijd de bedoeling is. En, uh, maar ik was boos, boos op mezelf, boos op de groep, boos, boos tegen iedereen. En dan praat ik te veel. Kun je eens vertellen hoe zo'n busreis dan gaat? Want jij zit dan in die bus, die groep zit ook in die bus. Nou, ik kwam als laatste in de bus... omdat ik veel te lang met de media praatte. Dus uh, zo, zo was het eigenlijk. Ja, en duiken dan al die spelers weg of valt dat mee? Nee, joh. Uh, Dennis was net eerlijk wat dat betreft ten opzichte van de spelers. Jullie moeten niet denken dat iedereen... Oh, wel, nee, dat is gewoon een goede samenwerking... waarbij Jantje, misschien Pietje wat minder mag of andersom... maar gewoon... Op, 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 het kan er niet zo zijn... Van wat we vanaf vorig jaar of twee jaar geleden, van oktober begonnen tot op heden, of zeker tot december, met z'n allen neergezet hebben, met een bekerfinaal erbij. Ja, dat was goed. Deze fase is niet goed, dat weten we allemaal en dat betreuren we. Het is dus een fantastische vereniging, Fijnland, met alles erop en eraan. Trots dat ik daar twee jaar heb mogen werken, maar helaas, deze fase is niet des Fijnlands, dat zei ik in het begin al. Maar heb je dan in die tussentijd bijvoorbeeld ook nog contact gehad met Frank Arnezen? Natuurlijk, Frank zit er iedere dag naast me ik bedoel meer te zeggen vlak na, na zondag die Nederlander. Nou, Frank komt natuurlijk na afloop ook in de kleedkamer. Ja, die hoort waarschijnlijk wel wat jij dan zegt en wat je allemaal roept. Nou, in, in de kleedkamer heb ik dus dat had ik misschien beter kunnen doen. Niks gezegd. Maar Arneis weet toch ook wel wat jij zei voor de media tegen de media. Hebben jullie het daarover gehad? Ja, maar dat bepaal ik toch bepaal van Arneis toch niet of wel. Nee, dat bepaal je niet, maar je kunt natuurlijk wel daarover praten en, en proberen de angel eruit te halen of wat bedoel je precies? Ja, dat is een goede, dat heb ik niet gedaan. Nee. Dan zijn die spelers die zijn vrij maandag. Dan komen ze dinsdag. Nou, je geeft zojuist aan: het is niet zo dat de boze dikke advocaat uh, daarboven staat. Maar... Nou, ik was een maandag al geweest. Dus uh, dan heb ik al met een aantal spelers die er waren die geblesseerde spelers en geschorste spelers, die waren er wel. En de staf was er ook. Dus uh, daar wel een tijdje zitten praten. Dus, daar, daar kom je op een gegeven moment alt, altijd uit. Dus, maar je moet het wel bes, bespreken. Maar het was natuurlijk niet slim van mezelf om zo uitgebreid. ...dingen te zeggen. Nee. Je zei ook, de media hebben lekker kunnen schrijven. Ik heb allerlei podcasts gehoord. Nou ja, in die podcasts en in die kranten stond ook van... ...ja, hij blijft nu. Maar wat gaat er nou gebeuren... ...als ze een dik pak op de broek krijgen van Ajax? Ja, maar waarvoor moet je altijd... ...jullie, jullie hadden ze bij de hand moeten zijn toen we... ...30 wedstrijden niet verloren. Toen heb ik niks gelezen. Nee, toen houden we behoudend gespeeld. Alle, alle beste clubs van de wereld spelen... ...zoals wij spelen. En wij gaan verliezen. Ja, dan, dan krijg je het. Dan krijg je het over je Prima. Dat moeten jullie ook doen. Maar het is niet aan mij om daar continu op terug te komen, toch? Nee, ik geef net aan dat we niet tevreden zijn met de tweede helft van het seizoen. Ik niet, en de spelers ook niet, want die willen ook winnen. Nee, dus je maakt het echt 100% zeker af. Wat mij betreft, zeker. Ja. Toch nog één ding. Je zei zojuist, het is geen traditie in Nederland om een uh, Eerhaag of iets dergelijks te vormen. In 2006 werd PSV kampioen. De wedstrijd daarna stond Feyenoord uh, op het programma. Toen kwamen jullie aan met bloemen. Was ik toen trainer? Nee. Ik, ik begrijp het niet zo. Ja, ja, of, of dat misschien een idee zou zijn om die traditie dan voor te zetten. Nee, waarschijnlijk niet. Duidelijk. Succes naar zondag. als na het kampioenschap zijn er al uh, bloemen van Feyenoord naar Ajax gegaan. Dankjewel. Dat doen wij namelijk altijd bij welke club ook die een prijs wint. Maar ja, het is ook mooi om dat aan het publiek te doen. Wij weten hier niks van natuurlijk. Dus daar hey, daarom vertel ik het je nu. Nou, Dank je wel. Graag gedaan. De volgende. Hallo Rick. Het verbaast mij een beetje dat jij alles uh, leest en ziet. Nou, ik heb even vooral voor duidelijkheid niets gelezen, maar oh. wel iets gehoord. Oké, okay. dus die frustratie zit hem in, vooral in, in wat je hoort? Nee, 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 gewoon ik wil het zo kwijt dus, uh, en er wordt dan besproken ook met, met de persafdeling. Dus, uh, en daar stond ik helemaal achter. Toch lijkt het erop dat je er wel veel waarde aan hecht en wat de buitenwereld vindt. Waarom is dat? Nee, ik geef net aan dat, dat ik niks gelezen heb en niks gehoord heb. Ik heb het van iemand anders gehoord. Die vertelde me, mensen die boek schrijven, die gaan ook tegenwoordig uh, zich met voetballen bemoeien. Ja. Oh, dat zou ik niet zeggen. <laughs> so, maar waar, waar doe je nu Nee, op? nee, maar je hoort dat in de zin, het is nog twee weken, waar we hebben we hebben het over? Nee. Toch? Maar goed, de indruk ontstond een beetje dat je podcast luistert. En, en, nee, je, dat, nou, echt niet. Ik heb nog nooit een podcast, uh, ik weet niet eens hoe je het schrijven moet. Nee. Maar dat, dat hoor ik niet uh, en, en ik heb de kranten bewust dus niet gelezen. Oké, okay. succes zondag. Dank, dankjewel. Wie dan? Giet al op. Hoi Dick. Hallo. Uh, afgelopen zondag toen had je het over dat de spelers uh, misschien wat te veel met randzaken bezig waren... Um, ik nou, net dat je wat emotioneel reageerde. Is dat, was het dan ook een slip of de tong? Of is het wel iets dat in jouw hoofd zit dat dit gewoon een probleem is op dit moment in die spelersgroep? Ja, de, ik kan natuurlijk van alles verzinnen. Ligt aan mij, ligt aan de spelers, ligt aan dit, ligt aan dat. Het moet natuurlijk een reden hebben. En ik, ik kan best wel een aantal feiten opnoemen, maar dat heeft zo weinig zin. En dat doe, en dat doe ik ook niet. Uh, je begint er met z'n allen aan. Het is in het begin goed gegaan, maar de laatste fase is niet goed. Alleen we kunnen het nog enigszins goed maken door toch Europees voetbal te halen. Ja. Uh, is het dan ook iets wat je voorlegt aan de groep? Van ik heb het gevoel dat dit heel erg bij jullie speelt, hoe gaan we dit, hoe gaan we dit oplossen? Is deze week besproken? Nee, ik heb wel het idee dat, dat de groep weet, die willen ook uh, voor Feyenoord uh, die prijs winnen. Dat, dat is ook duidelijk. Het gaat een groot gedeelte van de groep weg. En die willen ook goed afsluiten. Nou, datzelfde geldt voor mij. Is het dan moeilijk om de groep bij elkaar te houden op dit moment? Als, je, als iedereen met zijn eigen contract riekelen bezig is? Nou, als ik ze tegen ADO zag wel, maar een week ervoor tegen Vitesse vond ik, vond, vond ik het allemaal wel best redelijk. Ja, we, 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 moet, we, moeten, we moeten zien wat, wat, wat het de helft van brengt. De, 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 donderdag komen er weer een paar terug, dus uh, uitschorsing. Dan hebben we weer wat meer mogelijkheden. Maar we willen het gewoon uh, als team zijn, als groep zijn en met z'n allen goed afsluiten. Over die wedstrijd zondag tegen Ajax. Um, over, de, over de tactiek. Is het toch een optie om bijvoorbeeld vijf verdedigers te gaan spelen tegen, tegen Ajax? Of heb je daarover nagedacht? Daar hebben we wel over nagedacht, maar in, in principe hebben we daar niet uh, op getraind. Nee, dat is gewoon 4-3. Oké, okay, dankjewel. Succes zondag. Dankjewel. Anderen nog? Nou, we mogen mooi gedaan dan.